Welkom bij deze aflevering van Madelon Praat. Wat goed dat je er ook vandaag weer bent. Mijn naam is Madelon Vos en vandaag heb ik een bomvolle aflevering voor je klaarstaan. We gaan het onder andere hebben over de nieuw gepubliceerde inflatiecijfers. En daar heb ik opnieuw mijn vraagtekens bij. Ik ga je vertellen hoe dat zit. Ook duiken we dieper in de onrust in het Midden-Oosten en dan voornamelijk de economische gevolgen hiervan. Want hier is het laatste zeker nog niet over gezegd. En we moeten het gaan hebben over Jerome Powell. Want hij besloot opnieuw iets te gaan doen met de rente. En alle ogen zijn nu gericht op het eerste kwartaal en het tweede kwartaal van 2024. En ik ga je uitleggen waarom dat zo is. Ook kijken we naar de centrale banken. Want het schijnt dit jaar zo te zijn dat er opnieuw een record aantal aan goud bijgekocht gaat worden door centrale banken. Waarom men dat verwacht. Ga ik je ook vertellen. Ik ga je de cijfers en de grafieken laten zien. We duiken er daarom gelijk in. Zorg ook even dat je op de duim klikt als je deze video's tof vindt. En vergeet niet om deze video's te delen met een ieder die je lief is. Of waarvan je het belangrijk vindt dat ze deze content. Tot zich nemen. En als je deze video deelt, worden ze natuurlijk steeds beter bekeken door een grotere doelgroep. En dat is natuurlijk ontzettend van belang in deze toch wel economisch onzekere tijden. We beginnen allereerst bij de inflatie. Want de Telegraaf kopt de afgelopen week. Hoera! De inflatie is voorbij. Of toch niet? De verwarring is namelijk compleet: zo begint dit stuk. In oktober was volgens het Centraal Bureau voor Statistiek er geen sprake meer van inflatie. Sterker nog, er is officieel sprake van deflatie. En ze zetten het hier goed neer, want ze hebben het over officieel. Nou, het CBS die, uh, heeft het CPI-cijfer berekend. Dat zijn de snelle ramingen voor de maand oktober. En kwam uit op een min van 0,4% als het gaat over inflatie. Dus 0,4% deflatie. Dat betekent dus een daling van het algemeen prijsspel. Toch merken consumenten daar weinig van, want het eten werd duurder, bezoekjes aan de kapper werden duurder, de pedicure werd duurder. Ja, zo kunnen we nog wel eventjes doorgaan. De vraag is dan, wat is hier daadwerkelijk aan de hand? We duiken even dieper in de cijfers vanuit het Centraal Bureau voor Statistiek. We zien het hier voor ons. De inflatie in oktober dus midden 0,4% bij de snelle raming. Dus dat kan nog wel enigszins worden uh, aangepast, maar vaak niet enorm. En tegelijkertijd werd er gesproken over 5,1% exclusief energie. En we weten natuurlijk als geen ander dat dit in de lijn der verwachting lag. Dit heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat het Centraal Bureau voor Statistiek sinds juli van 2023... Een nieuwe rekenmethode gebruikt. En die rekenmethode, daar is menig analist reeds over gevallen. Je hebt hem hier ook al vaker voorbij horen komen. Die rekenmethode, die vergelijkt eigenlijk appels met peren. En daardoor krijg je nu een cijfer wat negatief uitvalt. Als we kijken naar de uh, hey, kerninflatie, dus hey, het, het cijfer zonder energie, dan zien we dat we uitkomen, en voedsel overigens ook, dan zien we dat we uitkomen op een percentage die veel hoger licht. Nou, wat gaat hier nou fout? Officieel is er in Nederland dus deflatie. Dat zien we ook voorbij komen in deze kop van het Financiële Dagblad. Zij zeggen volgens de officiële cijfers is er dus sprake van deflatie in oktober, maar bij de Europese definitie, de harmonized index of consumer prices, dan hebben we het over de HICP liggen de prijzen zelfs een procent lager dan in 2022. Dus we hebben het dan over he, de maand-op-maand-berekening... van oktober versus oktober, 2022 versus 2023. En als je dan dus kijkt naar wat het daadwerkelijk... als we de geharmoniseerd prijsniveau zouden gaan bekijken... dan spreken we over een min van maar liefst 1%. Dus het algemeen prijsspel daalt. En... Er is natuurlijk een verschil tussen het CPI-cijfer en het HCPI-cijfer. Geharmoniseerd betekent dat we binnen Europa... alle cijfers met elkaar kunnen gaan vergelijken. Als we het gewone CPI-cijfer berekenen, zoals het CPS dat berekent... kun je dat niet vergelijken met bijvoorbeeld een cijfer uit Duitsland. Daarom spreken we van het geharmoniseerde uh, CPI-cijfer. Kun je ook altijd terugvinden bij de Europese Centrale Bank... als je deze gegevens wil, uh, wil bekijken. Maar wat wordt hier nou gesteld? De methode breuk... In de Berekening zorgt voor een vertekening. Het alternatieve cijfer wijst namelijk nog steeds op inflatie. Dus er is een alternatief cijfer. Hoe zit dat nou met dat alternatieve cijfer? Nou, de Rabobank die heeft de nieuwe berekening die het CBS uh, gebruikt. Mocht je daar meer over willen weten, bekijk dan even mijn vorige video of de video daarvoor. Dan leg ik ook even uit hoe dat nou precies zit met die nieuwe berekening. Heeft te maken met energie en er wordt nu een oud cijfer vergeleken met een nieuw cijfer. Dat is lang verhaal kort, en dat kan je eigenlijk niet doen. Dus wat heeft de Rabobank gezegd? Die heeft gezegd: wij gaan kijken naar hoe we het nieuwe rekenmiddel of rekenmodel, hoe we die kunnen toetsen met terugwerkende kracht. En waarom doet het CBS dan uh, dit al niet? Kun je je afvragen? Nou, zo'n cijfer, daar wordt natuurlijk heel veel op gebaseerd. Zo'n CPI-cijfer, dat is waar de vakbonden op onderhandelen, dat is waar uh, grote instituten mee werken. Dus op het moment dat je dat CPI-cijfer met terugwerkende kracht gaat aanpassen, dan moet er heel veel veranderd worden met terugwerkende kracht. En dat kan natuurlijk niet zomaar. Dus het CBS heeft gewoon gezegd: wij veranderen de boel. En uiteindelijk gaat, wordt dat wel weer rechtgetrokken. Maar dat geeft nu dus een vertekend beeld. En. De Rabobank die heeft dus een, een berekening toegepast op die HCPI-cijfers. Dus die Harmonized Index. HICP kan ook. Harmonized Index of Consumer Prices. En zij zeggen voor de tweede maand op rij is sprake van deflatie. Het negatieve cijfer van de HICP is echter vertekend. Volgens onze berekening komt de inflatie in oktober uit op 6,4 In plaats van min 1,0 Die HICP dus. En dat betekent dat er een verschil zit een discrepantie zit van 7,4% in totaal. Dus die nieuwe rekenmethode, als je die met terugwerkende kracht toepast, die komt dus met een verschil van 7,4%. En dat terwijl de standaard, uh, he, standaard gezegd, zou de inflatie 2% moeten zijn. Dus dit betekent dat er al zoveel meer aan inflatie is, en er zit zo'n discrepantie in de cijfers... dat je eigenlijk kan zeggen dat je hier niet vanuit kan gaan. Althans, als ik analist was geweest, had ik gezegd... dit is een no-go, dit kunnen we eigenlijk helemaal niet publiceren. Maar ja, dat moet, want er hangt zoveel af van deze cijfers. Maar de Rabobank die deed dus grondig onderzoek hierna... en die komt uit op 6,4 procent. En dat is nogal een verschil, want dat betekent dat... de, jouw algemene, de, 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 de algemene waarde van jouw portemonnee... 6,4% gedaald is ten opzichte van oktober vorig jaar, 2022, in plaats van 1% gestegen. En toch wordt dit cijfer gepubliceerd en daar hangt dus weer heel veel van af. Denk aan de uh, uh, salarisonderhandelingen, de CAO's, uh, denk nou over de pensioenfondsen, et cetera, et cetera. Um, er zijn heel veel ogen gericht op dat CPI-cijfer. En er zullen dus nu ook uh, behoorlijk wat werknemers zijn die denken, oh nou er is weer deflatie, dus ik hoef geen salarisverhoging te aanvragen. Nou, als je het bijvraagt, is dit niet helemaal the way to go. Maar het is goed om hier open en transparant over te zijn. Dat is vooral het meest van belang. Dus te begrijpen dat deze cijfers nu eventjes krom zijn, omdat ze met terugwerkende kracht niet de boel recht kunnen gaan zetten. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. En als we dan nu op dit moment kijken naar het algehele economische beeld, dan zien we dat dat beeld. Verslechterd. En waarom is dat nou zo? Nou, het CBS kijkt naar tal van verschillende indicatoren. Denk onder andere aan de werkloosheid, de prijzen van uh, koopwoningen. Ze kijken naar uh, het aantal gewerkte uren, het bruto binnenlands product. Nou, noem maar op. Uh, hier heb je een uh, dertiental indicatoren voor. En dan kijkt men naar of de uh, desbetreffende indicator beter presteert of slechter presteert dan de langjarige trend. En doorgaans is het zo dat we een opwaartse Trend hebben als het gaat om de economie de economische groei en tegelijkertijd hebben we dan hoogconjunctuur en laagconjunctuur en de vraag is dan waar hangt de Nederlandse conjunctuur als we kijken naar die conjunctuurklok en daarvoor worden dus uh, 13 indicatoren gebruikt en als je dat dan vervolgens uh, in een grafiek neerzet dan zien we dat uh, ziet dat er als volgt uit we zien hier dus die conjunctuurklok maar dan de indicator daarvan een ongewogen gemiddelde van alle indicatoren exclusief het bruto binnenlandse product. En wat zien we dan heel duidelijk? We zien uh, 2020, waarbij we een uh, forse daling zagen. van uh, die uh, algehele conjunctuurklokindicator. indicator Had natuurlijk te maken met die lockdowns en de angst die er ontstond. En vervolgens ging dat vrij rap weer omhoog. Een v shape recovery noemen ze dat ook wel. Wat zien we nu? Een hele langzame. neerwaartse trend. En dat is toch wel. Uh, Zeer opmerkelijk en ook wel interessant te noemen. Dus het algehele economische beeld wordt al lange tijd slechter. En het lijkt er ook op dat die trend zich mogelijk zou kunnen gaan continueren. Dus dat houden we eventjes in ons achterhoofd voor nu. En wij zijn natuurlijk niet de enige die dat in hun achterhoofd houden. Centraalbankiers kijken natuurlijk volop naar al deze macro-economische indicatoren. Waarbij inflatie natuurlijk de belangrijkste is. En als we kijken naar de inflatie, dan weten we op basis van de cijfers van het CBS en de geharmoniseerde cijfers... nou, het lijkt de goede kant op te gaan. Als we kijken naar de kerninflatie, dan kun je zeggen... nou, we zitten nog veel te ruim boven dat wat het zou moeten zijn. Dus hier is enige vorm van discrepantie. Nou, Joachim Nagel die zegt hier over het volgende... de inflatie die is nog niet verslagen. Dus... Ondanks dat de inflatie wel neerwaarts aan het gaan is door het beleid van de centrale bank, althans dat is wat hij stelt. Zien we dat we nog niet over de finish zijn wat betreft de inflatie. Maar tegelijkertijd zie je wel dat die economische groei al begint af te nemen. Dus waar zit dan nog die angst? Want doorgaans zou je zeggen, als de economische groei afneemt, gaat die economie automatisch op de rem. En dan zou het prijsspel automatisch moeten dalen. Er is immers minder aanbod van geld, komt onder andere door de hoge rente. Uh, het feit dat er dus minder geld in de economie komt, maakt dat de prijzen. Rustig aan omlaag zouden moeten gaan, want he, die kunstmatig aangejaagde vraag die is minder. Maar toch houden ze ergens een slag om de arm. En dat zien we niet alleen in Europa, dat zien we ook in Amerika gebeuren. Pas op de plaats van de vet is logisch en verstandig, schreef het FD afgelopen week. Want de Federal Reserve die liet de beleidsrente ongewijzigd. De beleidsrente, de rente dus waartegen commerciële banken van elkaar geld kunnen lenen, die staat namelijk al sinds juni. Op een bandbreedte, in Amerika hebben ze altijd te maken met een bandbreedte van tussen de 5,25 en de 5,55. En dat terwijl Jerome Powell op dit moment nog steeds de deur openhoudt voor verdere renteverhogingen. En dat is toch wel weer een beetje vreemd. Want waarom zou men nou toch nog die deur open willen houden? De inflatie die gaat immers langzaamaan richting de doelstelling. In Amerika ligt hij nog op 3,7%. Zou ook een langjarig gemiddelde van 2% moeten hebben. Dus het ligt er nog wel boven. Maar ook daar wordt er dus. Nou ja, toch met enige voorzichtigheid gehandeld op dit moment. En de vraag is dus hoe dit de komende tijd verder zal gaan. Want wat de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank nu samen proberen te bewerkstelligen. Is het feit dat die economie rustig aan. Die zachte landing ingaat. En dat is helemaal niet erg. Je krijgt die. Lange langjarige trend en we gaan eventjes in die recessie, die recessie waar we in terecht zouden moeten komen, want die bubbels moeten enigszins leeglopen. Dat is het doel. Maar de angst is dat dit overslaat, dus dat dit doorslaat. Daar waar we 15 jaar van te lang te lage rente hebben gehad en dat ook heel duidelijk hebben gezien en allerlei uitwassen en excessen hebben gezien op de beurs, in verschillende financiële markten, denk aan de huizenmarkt, et cetera, et cetera, is de vraag of dat nu de andere kant... Op slaat. Want alle recessies, crisissen tot nu toe begonnen met een zachte landing en eindigden vrij hard. Ja, en er wordt dus volop gekeken naar die bedrijvigheid, hoeveel bedrijvigheid er nog is. En vaak wordt daarvoor gekeken naar een belangrijke indicator, dat is bijvoorbeeld de World Container Index of de Baltic Dry Index... En deze indices die tonen aan hoeveel uh, scheepvaart er nou op de wereld plaatsvindt. Want aan de basis van onze economie staat natuurlijk handel. En als er handel gedreven wordt tussen continenten, tussen landen, dan ga je dat terugzien in de scheepvaart. Omdat er grote zeecontainers worden besteld. En die moeten vervolgens uh, ervoor zorgen dat bepaalde producten in bepaalde landen verkocht kunnen worden. Dus bij de klant terecht kunnen kopen. Maar als je ziet dat die hoeveelheid containers afnemen... of de vraag naar containers afnemen... dan houdt dat logischerwijs in dat er minder vraag is naar goederen en diensten... of minder vraag naar producten. Nou, Er is nog een voorstapje, een voorstadium in deze. En dat is het feit dat we nu zien... dat een van de grootste uh, scheepvaartpartijen in de wereld... MERSK is dat, uh, M-A-E-R-S-K... Uh, die, uh, die, die zie je vast wel eens voorbij rijden op, uh, op grote, met grote zeecontainers, vrachtwagens met grote zeecontainers... die heeft ervoor gekozen om 10.000 banen van de hand te doen. Dus daar worden 10.000 mensen ontslagen. En dat is toch wel zeer bijzonder. Ja, en de CEO van dit bedrijf die spreekt over het feit dat ze nu al aan het orderboek zien... dat er de komende drie jaar toch een duidelijke verandering op komst is... Deze uh, meneer die geeft aan dat op basis van de huidige en toekomstige orders de omstandigheden zeer matig en zelfs onder druk zullen staan. En dat suggereert toch wel dat de bedrijfsactiviteit of Eigenlijk de markt waarin zij actief zijn, minder levendig of minder winstgevend zal zijn dan dat eerder het geval was. En dit staat toch wel aan de basis van onze economie. Dus ook vanuit hier zou je kunnen bevestigen of kunnen analyseren dat dit in lijn is met hetgeen wat het CBS eerder veronderstelde: dat de economische vooruitzichten minder goed zijn. En dat zou dus de reden kunnen zijn waarom dit bedrijf ervoor kiest om 10.000 man aan personeel los te laten. Ja, en vervolgens kijken we dan eventjes verder. Want hoe zit het eigenlijk met de hoeveelheid inkopen die wordt gedaan? In het bijzonder kijken we dan nu naar Amerika. We zien hier de PMI, de Purchasing Managers Index, zien we hier. En de voorspelling was dat deze uit zou komen op 49... en die kwam daadwerkelijk uit op 46,7. We zien hem hier dus ietsje stijgen en vervolgens valt hij dus nu weer terug... Hele duidelijke neerwaartse trend die we gezien hebben over de afgelopen periode. Eigenlijk vanaf... Februari 2022 al. En nu lijkt dat beeld dus opnieuw te continueren. Onthoud wel dat tijdens iedere daling, iedere downtrend, er ook kortstondige opwaartsbewegingen zullen plaatsvinden. We hebben het eerder bijvoorbeeld gehad over de huizenprijsdaling vanaf 2008 tot 2013. Ook daarin zagen we soms periode van wel een jaar waarin de huizenprijzen toch eventjes konden stijgen, ondanks dat die algehele trend, die algehele trend dus toch wel neerwaarts bleef gaan. En in Amerika keken we afgelopen vrijdag uit naar twee belangrijke cijfers, waaronder het werkloosheidscijfer, maar ook het beschikbare aantal vacatures. We zagen dat het aantal vacatures terugliep en ook veel forser terugliep dan dat men had verwacht. En ook de unemployment, dus de werkloosheid, die nam verder toe. Naar 3,9 procent. En dat percentage komt in de buurt van een, een trigger omtrent een recessie. Want je kan het je vast nog wel herinneren. Eerder is er veelvoudig gesproken over een mogelijke recessie in Amerika. En toen werd er gesteld: ja, alle signalen staan inderdaad op rood. Alleen we hebben nog complete uh, uh, ja, werkgelegenheid. En dat maakt dat de werkloosheid dus zeer laag ligt. Maar nu begint die werkloosheid dus op te lopen. Eigenlijk een logisch gevolg van het feit dat uh, we nu zien... dat er minder vraag is naar goederen en diensten. Eigenlijk het oplopen van die rente. Maar dat hele proces, dat duurt allemaal even. Nou goed, er was dus geen recessie. Dat was even de conclusie. De definitie werd even veranderd. Maar we zien dus nu op basis van de SAM-rule is dat... dat we, als we kijken naar Amerika... bijna in een recessie terechtgekomen zijn. Maar... Even lang verhaal kort, een recessie op zichzelf staand is helemaal geen ramp. Het is helemaal niet erg. Want we weten die conjunctuurgolf is over het algemeen opwaarts. En binnen die opwaartse en neerwaartse bewegingen zou je kunnen stellen dat het heel gezond is om soms even op die rem te trappen, even rustig aan te doen. Hetzelfde geldt voor die hoogconjunctuur. even. Voet van het gas af en even rust. En in deze dus even op de rem trappen en even rust. En als we dan even kijken naar hoe we dit concreet vormgeven in een afbeelding... dan kijken we even naar deze tweet van Charlie Bibello En die zegt het, uh, het volgende. We zien uh, die 3,4% van april als uh, laagste punt in de werkloosheid sinds mei 1969 is dat alweer. En als je dan heel even eens kijkt naar wat er na 1969 gebeurde, was natuurlijk die opwaartse wave die in drie waves kwam. Misschien kun je je nog wel herinneren dat dit in lijn is met het inflatiecijfer destijds. En ook de renteverhogingen destijds van Paul Volcker verliepen in deze waves. Dus dat is zeer interessant om dat als conclusie mee te nemen. En wat we dus vaak zien is als de werkloosheid zeer laag is, hè, die conjunctuurgolf, uiteindelijk moet dat weer terug naar een bepaald equilibrium. Dus die werkloosheid. De kans dat die gaat oplopen, is aanzienlijk te noemen. Als je het mij vraagt, is dat zelfs een zeer grote kans. Die werkloosheid is dus onderdeel van of er daadwerkelijk wel of geen recessie is. En als je dit dus meeneemt, zou je in mijn optiek een uh, bijzonder grote kans hebben op een recessie. En de vraag is hoe lang die centraal bankiers dat dan mee willen gaan, uh, gaan oprekken. Om ervoor te zorgen dat die soft landing, geen hard landing gaat worden. En Willem Middelkaal, die twitterde hierover, die zei... Expect Western central bankers to pivot in Q1 2024 latest. They might even need to start rate cuts soon. Dus Willem die denkt dat de rente snel weer omhoog gaat... om er dus voor te zorgen dat we een soort van zachte landing kunnen creëren. Nou, ik denk daar net even iets anders over. Ik denk dat het ietsje rustiger gaat... Maar dat is op basis van hetgeen wat we nu op dit moment weten. Want waar hij hier op doelt... heeft niet zozeer met de gehele economie te maken... maar met iets groters dan dat. Kijk maar even mee. Due to the rapid rise of interest rates... many things in the real economy are starting to break. And they might have kill inflation for now. However, there is some serious collateral damage... to be witnessed in the economy. Dus hij zegt, er is ja serieuze side damage wat strakjes zichtbaar wordt en een van de dingen die we zien is het feit dat er mogelijk een stevige olieprijsstijging dreigt en je hebt waarschijnlijk de afgelopen weken volop in de gaten gehad dat er in het Midden-Oosten een situatie is ontstaan die behoorlijk geëscaleerd is Israël is daarbij de grens uh, overgestoken richting uh, de Gazastrook en uh, is daar nu uh, ter, ter voet um, ja, het, het land binnengevallen. En dat zorgde voor uh, de nodige onrust in de omringende landen, uh, onder andere andere partijen die zich hiermee uh, gingen bemoeien. Denk onder andere aan um, Ja, Je kan het zo gek niet verzinnen of landen die, uh, die hiermee gemoeid zijn. Ik hou me enigszins afzijdig van uh, deze toch wel oorlogskwesties, zoals ik ze zou noemen. Uh, kijkend naar uh, de algehele geopolitieke structuur die erachter ligt. Hè? Amerika, die hier een zeer grote rol en een zeer grote vinger in de pap heeft. Uh, kijkend naar Iran, Irak, de. de, de aan stuurders van dit geheel. Maar goed, lang verhaal kort in deze. Er is meer aan de hand dan dat je zo op de oppervlakte ziet. Maar als we kijken naar het macro-economische verhaal in deze, dan zou dit ervoor kunnen zorgen dat de energieprijzen, dat de grondstofprijzen strakjes gaan stijgen, omdat deze goederen schaarser gaan worden. Deze grondstoffen moet ik eigenlijk zeggen schaarser zullen gaan worden. Met name de hoge olieprijs is iets wat wereldwijd gevolgen heeft. En dan denk je nu misschien ja oké okay, leuk dat ga ik dan merken bij de pomp en dan wordt mijn benzine duurder. Maar dan niet alleen. We zien het voornamelijk terug in voedselprijzen. We zien het terug in prijzen van producten. We zien het terug in de prijzen van dienstverlening. Als dus die olieprijs stijgt dan ga je merken dat het overal voelbaar is. Denk maar aan het maken van een brood. Als uh, brood als, als, als grondstof gecreëerd wordt, dan moet uh, eerst graan moet geoogst worden. Dus hij rijdt een, 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 een tractor met, uh, met grote. Uh, wie komen we om de boeren te oogsten? Vervolgens moet dat gemalen worden. Het moet naar de fabriek gereden worden. Het moet gestookt. Dus uh, uh, ergens in een grote oven moet het gecreëerd worden. Vervolgens moet het naar de supermarkten toe om gedistribueerd te worden. En dan moet het nog weer eens bij jou in de supermarkt komen. Overigens ook nog eens die lonen die van de, van de winkelmedewerkers die voorgestegen zijn. Nou, die supermarkteigenaar die moet er ook weer zijn een steek over. En die merkt al dat zijn marges kleiner geworden zijn, omdat al die basisgrondstoffen duurder geworden zijn door die stijging van de olieprijzen. Dus als zo'n olieprijs begint te stijgen... hebben we eigenlijk een beetje hetzelfde probleem als met gas... dat je dat overal in de economie weer terug gaat voelen. En op dit moment staat de prijs van een vat ruwe, ruwe olie, brand oil... staat rond de 90 dollar. Normaaliter zou die rond de 80 dollar staan. En er wordt gesproken over... als er een kleine ontwrichting is in het Midden-Oosten... dat deze prijzen wel eens... nou voor olie dan, hè, vatolie naar 120 dollar zouden kunnen gaan. En sterker nog, deze analist, die veel weet over energie, energie-expert is hij... die stelt zelfs dat volgend jaar de prijzen zouden kunnen stijgen naar ruim 150 dollar per vat... Wanneer er grote ontwrichtingen veroorzaakt kunnen worden. Dit is het slechtste scenario waarin je dus uitgaat van een escalatie in het Midden-Oosten. En dit is niet iets wat alleen deze energie-expert voorspelt, maar ook de Wereldbank ging hierin mee. Zelfs de Wereldbank die zei: Pas op, want als de boel hier inderdaad ontwricht. Dan hebben we een bijzonder probleem. En, ja, en wat ik je ook graag even wilde vertellen, is het feit dat er volgende week geen Madelon Praat is. Dan hebben we weer een nieuwe aflevering van Madelon Navigeert. En dat zal zijn met Kees de Kort, macro-econoom, beursanalist. En met hem bespreken we toch wel zijn kritische kijk. Op hetgeen wat er zich nu afspeelt. Kijkend naar onder andere de economie, maar ook de energietransitie. Het beleid in Den Haag. We kijken naar zijn verwachting voor de komende tijd. Die lang verwachte recessie, komt die nou eindelijk of niet? We blikken terug op de voorgaande navireertjes. Kortom, het wordt een. Uh, Zeer interessante aflevering. En ik heb er enorm veel zin in. Zorg dan ook dat je klaar zit. Laat alvast aan je kennissen en je vrienden om je heen weten dat deze aflevering eraan komt. Want uh, dit wordt opnieuw een knaller. En er zijn uh, nu zo ongelooflijk veel dingen die samenkomen binnen de economie. Dat ik soms in een week tijd niet eens precies weet wat, uh, wat ik allemaal uh, moet gaan bespreken. Omdat het gewoon zoveel behelst. En dat er zoveel gebeurt ook tegelijkertijd. Ik zag uh, nog een andere tweet van uh, Charlie uh, Bibello voorbij komen. En die ging over de US bond market. En als je mijn opleiding gevolgd hebt, dan weet je dat ik ook een uitgebreide analyse heb gedaan over de obligatiemarkt en ook de reden waarom die 60-40 portefeuille, die standaard portefeuille, die jarenlang is aangeraden, waarom die nu op dit moment niet werkt. En we doen daarin een, een uitgebreide analyse en we zien dat het tot op heden nog steeds die obligatiemarkt Echt geen interessante markt is om in te zitten. We zien hier de uh, Bloomberg US uh, Aggregated Bond Index. En uh, dan zie je hier de, de, de langste drawdowns. Dus de periode van de hoeveelheid maanden waarin die obligatiemarkt gedaald is en het percentage van dalingen. Nog niet eerder hebben we 39 maanden achtereen van daling gezien. Nog nooit eerder. De langste periode was van juli 80 tot oktober 81, 16 maanden. En dat was een daling van 9%. We zitten nu op een algehele daling van die obligatiemarkt van 17,2%. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat eigenlijk die obligatiemarkt door die dalende rente al 40 jaar lang neerwaart. ...gegaan uh, uh, is. Dus eigenlijk hè, opwaarts in waarde gegaan is... Dus ...waardoor die dalende rente... Uh, dat, de, hè, ...dat die rentes op die obligaties neerwaarts uh, verliepen... ...maar de waarde dus uh, uh, vervolgens toedam. En nu zien we het omgekeerde plaatsvinden. En strakjes wanneer er een pivot zou gaan plaatsvinden... ...waar, uh, waar Willem Middelkoop het zo dus over had... ...dat die rente weer gaat stijgen. Uh, de, dalen, moet ik zeggen, die rente die is natuurlijk aan het stijgen... En die uh, hangt natuurlijk ook voor een deel af van de inflatieverwachting. Maar als die rente strakjes weer gaat dalen, dan zou het dus weer interessant kunnen zijn om naar die bondmarkt te kijken. Maar die bondmarkt is dus veel minder risicoavers dan dat je misschien in den beginnen zou denken. En omdat men altijd heeft gesteld. En wat ik ook graag even met je wil delen, is het feit dat uh, ik natuurlijk uh, dit uitgebreid in de nieuwe opleiding uh, heb besproken. Maar er komt ook een stuk over obligaties voorbij in de gratis masterclass die je zou kunnen volgen. Ik heb uh, iets meer dan een uur, ik denk een uur en een kwartier aan gratis uh, informatie opgenomen over uh, hoe ik nu kijk naar het opbouwen van een portefeuille: het beschermen van vermogen, uh, het ervoor zorgen dat je financiële rust kan ervaren of je nou een, groot een hoog inkomen hebt of een laag inkomen... of dat je veel ervaring hebt of weinig ervaring. Dit is eigenlijk iets wat je op school gewoon mee zou moeten krijgen. en Het is een uur en een kwartier uh, van je leven dat het kost. Maar ik zou je echt aanraden om dat te gaan kijken. Gewoon volledig gratis, net als een gewone Madelon praat uh, Hoe je die uh, van mij gewend bent. Ik zal die uh, hieronder ook eventjes uh, neerzetten... In een, in een linkje. Je kan je daar dus gewoon voor aanmelden. En ik zal hem in het i'tje hierboven ook even linken. Want het is wel echt een dikke aanrader om uh, die kennis tot je te nemen. Omdat we dus echt daar wat meer de analyse kant op gaan. En wat minder de nieuws kant op gaan. En daar is volgens mij ook behoorlijk wat behoefte aan. Mocht daar trouwens andere dingen aan uh, komen. Of dingen zijn waar je behoefte aan hebt. Laat dat dan vooral hieronder ook in de reacties weten. Laat ook weten hoe je kijkt naar. Mijn visie hieromtrend en of je deze aflevering waardeert, kan ook gewoon door middel van een duimpje. Maar we zijn er nog niet, want we gaan nog eventjes verder. We zien dus dat er uh, behoorlijk wat uh, onrust al is de afgelopen maanden. En we staan dus op een heikel punt. Uh, ik had toevallig uh, afgelopen week een van de nieuwe gasten voor Madelon Navigeert aan de telefoon. En uh, die vroeg ik over uh, wanneer die recessie nou daadwerkelijk komt. En die had daar een prachtig antwoord over. Om dat antwoord te horen moet je, moet je denk ik maar eventjes, uh, even gaan kijken naar de volgende aflevering. Maar um, we hebben hem nog niet opgenomen overigens Sorry, Ik bel altijd even voor met de gasten om te kijken van nou, waar, waar zit een interessant verhaal. Maar hij had daar een prachtig antwoord op. Maar feitelijk gezien is het dus heel erg lastig om te kunnen zeggen... ja wanneer vindt die recessie nou daadwerkelijk plaats en wanneer slaat dat dan over in een daadwerkelijke crisis... Maar je ziet dus al onderliggend dat centrale banken hierop proberen in te spelen. En wat we dat, waar we dat onder andere zien is in Thailand. De Thaise centrale bank die zei namelijk, we need to create a resilient portfolio against shocks and changes around us. Dus die Thaise centrale bank die heeft zoiets van, nou we moeten om ons heen, hè? als er schokken komen, moeten we toch iets van een resilient portfolio hebben. Zo, so, diversification into gold is de. Key issue. Dus die centrale bank die heeft uh, even kijken in hoeveelheid dollars aan reserve. Dat was uh, uh, 210 biljoen dollars. Dus uh, 210 miljard dollar aan reserve. En ja, en dan denk je waarschijnlijk als leuk een aardig matlon, maar kom op, dit is uh, de Thaise centrale bank. Wat zegt dat nou? Nou, we kijken even naar de rest van de centrale banken. Uh, over de gehele wereld. En daar zien we dat zij vluchten naar goud, zoals Willem-Middelkoop dat zo mooi beschrijft. Watch what they do, not what they say. En we zien hier uh, in de blauwe vakken de eerste drie kwartalen van uh, het desbetreffende jaar, wat op de X-as staat. En we zien dan uh, in het lichtblauwe vak het vierde kwartaal. En de kans is dus aanzienlijk dat dit een recordjaar zou kunnen zijn, of het op. Na uh, grootste of hoogste jaar qua aankopen met het betrekking tot goud vanaf uh, 2010 bezien, dus in de afgelopen 13 jaar. Er is niet zo heel veel nodig om er uh, nu nog bovenuit te schieten. Maar centrale banken die zijn dus uh, nou ja, op zoek naar uh, manieren om uh, resilient te zijn, zoals uh, deze Indiase centrale bank zo mooi stelde. Ja, misschien nog wel even goed om te vermelden... want naast dat in Azië de goudprijs een all-time high bereikte... en ook in Europa de goudprijs in euro's uitgedrukt dus een all-time high bereikte... zien we dat er dus veel interesse is, niet alleen vanuit centrale banken... maar ook vanuit de retail, vanuit institutionele partijen... omdat er dus behoorlijk wat onzekerheid is. Oorlog zorgt vaak voor onzekerheid... En ik wil je toch graag even laten weten dat, mocht je nou je goudportefeuille willen gaan uitbreiden en je wil graag kiezen voor geallockeerd goud in een kluis, goud wat dus van jou is, waar jij juridisch eigenaar van bent, maar wat voor jou wordt bewaard in een kluis, dan kun je dat doen bij bijvoorbeeld een partij zoals Gold Republic. Dat is onze partner. En ik mag uit naam van Gold Republic. 1 gram goud weggeven voor iedereen die een nieuw account opent en een order van 100 euro plaatst. En 1 gram goud heeft nu een waarde van op en nabij de 58 of 59 euro uit mijn hoofd. En dat maakt dus dat je die gram goud kan gaan claimen als je dat tof vindt. Dat kan hieronder als je gebruik maakt van deze link, of hierboven als je gebruik maakt van het i'tje. Dat is een affiliate link, dat is goed om te weten. Maar daarmee support je dus ook weer dit kanaal. En deze content en dat zorgt ervoor dat ik kan blijven doen wat ik doe. En jij natuurlijk je gram goud kan ontvangen, dus dat is een win-win in deze. Ja, en nu we het toch over goud hebben, moeten we ook nog even kijken naar deze tweet van Robert Kiyosaki, de schrijver van het boek Rich Dad, Poor Dad. Voor veel mensen het begin of de basis van het anders denken over het omgaan met geld en het omgaan met financiën, een boek waarin hij uh, de visie van de rijke pa en de arme pa tegen elkaar afzet. En uh, zeer interessant als je net begint in de wereld van financiën of de wereld van economie. En... Misschien wel goed om even te benadrukken dat hij vaker bepaalde dingen zegt over zijn verwachtingen omtrent financiële markten. En verwachtingen omtrent de beurs. En die verwachtingen komen niet altijd uit. Laat ik het zo even stellen. Maar hij heeft nu een interessante quote. En die slaat weer op dat wat we net bespraken. Daarom wil ik hem graag even met je delen. Forever and ever, financial experts have promoted the idea that smart investors invest 60%. 40. Dus slimme investeerders die investeren 60% in obligaties, 40% in aandelen. Maar zoals we net aan die tweet van Charlie al zagen, heeft deze portefeuille het bijzonder slecht gedaan. Ik bespreek hem ook in mijn opleiding, dan gaan we in op de Great Bond Market Bubble en de Great Bond Market Crash. Nog nooit eerder in de afgelopen jaren dat de obligatiemarkt bestaat hebben we een daling van 36 maanden achtereen gehad, zoals ik net al aangaf. En dat zien we dus nu wel. In 2024 zal volgens Robert Kiyosaki het jaar worden waarin deze portefeuille de grootste verlieslatende portefeuille zal zijn. Before going down the ship, consider a shift to 75% gold, silver or Bitcoin en 25% real estate. Or oil stocks. En ik vind het zeer interessant, want hij spreekt dus over goud, zilver en bitcoin, eigenlijk de safe havens die je maar op kan noemen. En tegelijkertijd heeft hij het over grondstoffen en over real estate. Ik vind deze portefeuille die hij opsomt, vind ik uh, veel te uh, veel naar één kant uh, hangen. Laat ik dat wel uh, even vooropstellen. Maar hij heeft het dus over real estate en oil stocks wel in mijn optiek, als we kijken naar de huizenmarkt, daar echt nog wel een, een behoorlijke tik achterweg gaat, gaat komen. Op de lange termijn, kijkend naar die rente, ervan uitgaande dat die rente, kijkend naar de inflatie, kapitaalmarktrente, dus de rente voor de lange termijn leningen nog wel wat op zou kunnen bewegen, dan zou die huizenmarkt daar ook een negatief effect van ondervinden. En oliestok is interessant, want dat hebben we zojuist besproken toen we het hadden over de verwachting voor die prijsstijging voor olie. En hij zegt: This mix may allow you to survive the greatest crash in world's history. Good luck and take care. Hij spreekt dus over de grootste crash die je maar kan bedenken. En ik ben heel benieuwd wat volgens hem dan die trigger zou zijn. Wat zou ik deze man hier graag over uithoren? Ik zag ook deze tweet uh, nog even hieronder staan. Hij zei: Gold is now outperforming the SP 500 this year. Lange tijd is dat niet zo geweest, maar Gaudi doet het dus beter. Dan dat de SP 500 het doet. Ondanks dat het die langjarige trend dat dus niet zo, uh, zo geweest is. Maar zeer interessant, dus die shift naar goud, die we de afgelopen periode al uh, voor, uh, ja, die we met die verrekijker op dat we die al uh, konden aanzien komen. En we zien het dus ook gebeuren bij bitcoin. Die koers die langzaam al uh, aan, uh, uit het dal aan het klimmen is. Dat betekent niet dat er niet ook nog weer een neerwaartse beweging achterweg kan komen... voordat die trend zich verder continueert. Onthoud dat wel heel goed. En vooral de schokken bij bitcoin zijn vrij, uh, vrij heftig. Maar ik vond het uh, interessant om uh, deze conclusie daar even aan te hangen. Omdat er hier dus wordt gesproken over goud, over de aandelenmarkt... waarbij ik toch net een iets andere visie deel. En natuurlijk de oliemarkt. Waarbij menig expert dus van mening is dat die markt hè, uh, uh, toch wel een, uh, een, een, een opwaartse beweging zou, uh, zou kunnen laten zien. Ja, ik wil je dan toch nog heel eventjes uh, wijzen op uh, het volgende bericht. Want er zullen nu misschien mensen zijn die... die die compleet in uh, nou, een mogelijke paniek zijn van shit, ik zit juist heel veel in obligaties. Of ik zit juist nog in de aandelenmarkt. Hoe zo great is crash. Ik wil je toch even laten weten dat het uiteindelijk op de lange termijn minder uitmaakt dan je misschien op dit moment denkt. En er is uh, een onderzoek uh, gedaan naar uh, drie verschillende beleggingsstrategieën over een periode van 1985 tot 2020, waarin dus ook een behoorlijke periode van pak uh, een beetje zijwaarts de trend zat. Althans, voordat de koers weer, uh, weer terug was op niveau van, 20, uh, van 2000 heeft het 15 jaar geduurd en tussen die uh, tijd hadden we natuurlijk nog de dotcom-crash en we hadden natuurlijk nog de financiële crisis, waarbij je forse dalingen van gemiddeld 50% per keer zag. Maar op de lange termijn trend, dus van 1985 tot 2020, hebben we drie beleggende dames gehad. En die drie beleggende dames die, uh, belegden alle drie op een andere manier. De een die had een verschrikkelijke beleggingsstrategie, die uh, kocht iedere keer op de top. De volgende had een perfecte beleggingsstrategie, want die kocht iedere bodem, die timed het precies. En de laatste, die ging gewoon maandelijks iedere keer geld inleggen. Allemaal hebben ze over die periode bijna 100.000 dollar belegd, afgerond uh, 96.000 dollar. En ze kochten dus allemaal een buy and hold indexfonds van de S&P 500. 100. Als we dan even kijken naar wat er dan uiteindelijk gebeurd is met die pakketmeter afgerond 100.000 dollar, dan had de slechtste belegger uh, 764.000 dollar overgehouden. De beste belegger, dus die hè, iedere keer de bodems had getimed, die had 1,1 miljoen en 28.000 dollar overgehouden. Maar de dame die ervoor koos om maandelijks te gaan beleggen, die kwam uiteindelijk op 1,3 miljoen en 66.000 dollar uit. Die deed het dus het beste. Terwijl ze eigenlijk gewoon de boel had geautomatiseerd op die S&P 500. Dus als je op de lange termijn kijkt, die hele langjarige trend. En ja, dan zul je nu zeggen, matlon, dit scheelt tonnen. Ja, daar heb je natuurlijk zeker een punt. Het scheelt inderdaad tonnen. Het scheelt twee ton tussen de beste en tussen DCA. En die terrible, ja, dat scheelt het dubbele. Maar op de lange termijn gaat het erover dat die trend algemeen, net als de economie, opwaarts is. En dat je dus gebruik kan maken van die trend. Dat je erop zou kunnen inspelen als je dat wil. Maar het is dus niet nodig om nu voor dit termijn in de paniek te schieten. Laten we het zo even als conclusie uh, uh, vormgeven. Ja, wat ik ook nog even wil laten weten. is dat er een nieuw Europees betaalsysteem is gekomen. En dat nieuwe betaalsysteem heet European Payments Initiative. De EPI en het is een samenvoeging van Peconic en van Ideal en dat samenwerkingsverband is reeds afgerond. Dus banken hebben samen Ideal overgenomen en de betalingsverwerker erachter Payconic. en die hebben nu dus EPI in het leven geroepen. En de geleidelijke integratie van Ideal en Waro, die zal gaan beginnen in 2025. En dit is toch wel zeer interessant, want ik ben heel benieuwd of dit een mogelijke koppeling zal gaan krijgen met de Central Bank Digital Currency. Daar wordt nu nog met geen woord over gerept. Maar als je het mij vraagt, is het wel uh, zeer interessant om dit uh, nou lettend in de gaten te houden. Ja, en dan komen we nu natuurlijk aan bij de koers van Bitcoin. En vorige week gaf ik al aan van nou, ik moet eigenlijk die kleine... Uh, Bewegingjes moet ik er even uithalen, zodat je wat beter kan zien wat de grotere bewegingen zijn op de langetermijngrafiek, termijn grafiek, op de lange termijn trend. We kijken hier naar uh, de koers van Bitcoin, natuurlijk met de candlesticks van één dag. Dus iedere candlestick vertegenwoordigt een koersbeweging binnen een periode van één dag. En wat we dan heel duidelijk zien is dat we natuurlijk uit die neerwaartse trend gebroken zijn. We hadden toen een, een falling wedge, daar braken we opwaarts uit, koersdoel bereikt. En vervolgens kwam de koers in een, een broadening formation terecht. En we zien nu dat we hier opwaarts uitgebroken zijn, maar dat we. Nou, die oude weerstand als een nieuwe steunlijn gebruiken, maar dat er toch vrij weinig kracht zit met het oog op die negatieve divergentie die hier zit. We zien wel een iets wat oplopend volume, maar je wil doorgaans dat het volume heel duidelijk de trend bevestigt. En hier zie je eigenlijk geen uitspattingen meer. Wat we heel duidelijk zien is die ne neerwaartse negatieve divergentie. Dus toppen op de grafiek die oplopen, maar toppen op de RSI die aflopen, mocht de RSI terug. Dat 70-30 kanaal inschieten, dan zal dat een neerwaartse beweging tot gevolg hebben. Deze ja, roeptoeter, hoe je hem in het Nederlands zo mooi zou kunnen noemen. Die, uh, dat is een vrij groot patroon die dus ook een uh, forse koersbeweging teweeg zou, uh, zou kunnen brengen. Ik pak ondertussen even de price range erbij. Dat er uh, minimaal aan bewegingen achterweg zou kunnen komen. Nou, dan spreken we om pak een beet over pak een beet 15 uh, procent. Mocht dat dus opwaarts uh, plaatsvinden, dan zitten we op nogal een, een niveau. Maar op dit moment vind ik dat uh, iets wat vroeg om uh, te zeggen, omdat je dus geen duidelijke bevestiging hebt van die bewegingen. En dus wel een hele duidelijke neerwaartse negatieve divergentie. We hebben die negatieve divergentie bijvoorbeeld hier ook gezien. Toen liep de koers opwaarts, maar de RSI neerwaarts ging de koers voor. Vervolgens terug op trendkanaal in. schroot hier omlaag en we zagen het hier opnieuw plaatsvinden om hier volgens een nieuwe lood te zetten. Dus het zou best eens kunnen dat deze weerstand rond de 35.000 dollar gewoon te sterk is en dat vervolgens die koersen terug kan zakken naar een oude weerstandslijn die nu een nieuwe steunlijn zou kunnen worden. Rond de 30 hebben we er eentje, rond de 28.5 en rond de 25.3 zit er nog eentje. Uh, mochten we nou wel hè, die opwaartse uh, bevestiging zien van uh, die pak een beet uh, 15%, dan zal ik ook even die, uh, die klap- en flap-regel uh, toepassen. Waar we dan op uitkomen, dat zal een niveau rond de, nou, om en nabij, ik moet het wel een beetje, een beetje goed neerzetten, een beetje goed tekenen, om en nabij de 41.000, 42 42.000 dollar zijn. Dat zou vrij hoog zijn en in de mijn optiek ook te snel om dat nu ineens te, te zien. Mocht er nou uh, fundamenteel nieuws zijn, denk onder andere aan die ETF, dan is dit tot waar uh, die markt zou kunnen gaan in Den uh, beginnen. Maar er ligt natuurlijk hier bijzonder wat aan ten grondslag: fundamenteel uh, bezien, wachten beleggers, analisten natuurlijk op die halve, die volgend jaar uh, mogelijk zal gaan plaatsvinden. En je ziet toch wel vaak het, half jaar, het jaar voorafgaand aan die halve, die koers heel rustig gaan oplopen en daarna uh, in, een, in een rally terechtkomen. Wat mij opvalt is dat iedereen nu verwacht dat rond die halving er een, een rally ontstaat. Nou, dan kun je er gif op nemen dat dat gewoon niet gebeurt. We kijken daarom in deze naar de trend en de algehele grafiek. En voor nu is het enige wat ik zie die mogelijke negatieve divergentie. En mocht dus die koers terug tot 30-70 kanaal in, in zakken... dan zouden we dus die bevestiging zien dat, dat die weerstandslijn te sterk is... Mocht uh, dat op de RSI niet gebeuren en mocht die koers toch nog wat hoger schieten, dan zitten we rond een niveau waar we, waar we overheen zouden willen bewegen van 36, uh, nou 2 minstens en misschien nog wel 37,5 om dan echt uh, die opwaartse beweging van verder, hè, die 15% die we net bespraken, uh, mee te kunnen nemen. Ik ga je updaten zodra ik hier, uh, hier meer duidelijkheid uh, in heb. En ik zie je voor nu graag volgende week weer terug bij een nieuwe aflevering van Madelon Praat. Ik bedank je voor het kijken. Vergeet niet om een reactie achter te laten. En even op die duim te klikken. Volgende week weer een nieuwe aflevering van Madelon Navigeert. Zorg dat je er dan bij bent. Zorg dat je klaar zit. Want we kijken er enorm naar uit. We hebben een hele toffe gast. Een macro-econoom en een beursanalist. Die. Uh, nou, Bijzonder kritisch is, laat ik het zo eventjes stellen. Voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende. Dag!